In dit rekenvoorbeeld gaan we kijken naar de omgekeerde kwadratenwet en die gaan we toepassen bij iets wat de stralingsflux heet. En als voorbeeldje heb ik twee bekende sterren genomen: dat zijn Castor en Pollux en dat zijn de twee uh, helderste sterren van het sterrenbeeld tweeling. En we gaan eens dus, uh, rekenen aan uh, Castor en Pollux en we gaan uh, kijken naar welke van de twee de grootste stralingsflux heeft op aarde. En hoeveel keer groter dat is dan de stralingsflux van de ander. En voor de liefhebbers, de oranje ster is Pollux en de blauwe ster is Castor. Dit wordt de vraag. Castor staat anderhalf keer zo ver van de aarde als Pollux. Maar de lichtsterkte van Pollux is dan weer 1,7 maal zo groot als die van Castor. Bereken hoeveel keer zo groot de stralingsflux op aarde is van Pollux. Nou, om dat te kunnen doen hebben we een formule nodig en dat is de stralingsflux. De formule om stralingsflux uit te rekenen. En die ziet er zo uit. En I is hier dus de stralingsflux, is de hoeveelheid um, straling die er per vierkante meter bij ons op Aarde binnenkomt. En die hangt eigenlijk van twee dingen af: die hangt af van de lichtsterkte van de ster, L, dus hoeveel joule per seconde zendt die uit. En die hangt af van uh, de grootte van de bol waarover al die uh, joules verdeeld gaan worden. Hoe groter de bol, hoe minder energie je per vierkante meter overhoudt. Nou, die formule staat ook bekend als de omgekeerde kwadratenwet. Die omgekeerde kwadratenwet zorgt ervoor dat als je twee keer zo ver weg staat van een lamp of een ster of van een luidspreker, dat het geluid of het licht, de lichtintensiteit of de geluidsintensiteit. Dan die twee keer zo klein wordt, maar vier keer zo klein. En je kunt dat zien in het plaatje. Want het oppervlak wordt vier keer zo groot als je de afstand verdubbelt. En de oppervlak wordt negen keer zo groot wanneer de afstand drie keer zo groot wordt. Dus de intensiteit wordt dan vier keer en negen keer zo klein. Nou, daar gaan we gebruik van maken. Dit is weer zo'n vraag waarbij je moet kijken naar de verhoudingen. En in dit geval de verhoudingen van de twee stralingsfluxen. Nou, we hebben net de formule gezien van stralingsflux. Uh, dan kunnen we ook een verhouding uitrekenen tussen twee sterren, P en C, Pollux en Castor. En dan uh, moeten we die twee formules dus invullen. Alleen in de ene situatie voor Pollux, dus met de lichtintensiteit van Pollux en de afstand van Pollux tot de aarde. En in de andere geval uh, die van Castor. Dus we moeten wel werken met een P en met een C. Nou, dit ziet er natuurlijk verschrikkelijk uit. Maar we kunnen de boel al een klein beetje vereenvoudigen. Want ik uh, zie uh, bovenonder uh, de term 4pi. Die kan ik tegen elkaar wegstrepen. En dan hou ik deze functie over. En dan is het natuurlijk nog steeds vervelend dat je een breuk hebt in een breuk. En dan maak ik gebruik van uh, het regeltje dat uh, delen door een getal vermenigvuldigen met uh, de breuk is, het omgekeerde ervan, of andersom, delen door een breuk is vermenigvuldigen met het getal. Hoe het ook zij, je kunt dit vereenvoudigen tot deze vergelijking. En uh, nu hebben we dus drie keer een verhouding te pakken in onze formule. Als we de twee verhoudingen aan de rechterkant weten, dan kunnen we de verhouding aan de linkerkant uitrekenen. Nou, dan wordt het dus tijd om de goede vraag nog eens te lezen. Welke verhoudingen zijn er nu gegeven? ja die verhouding uh, lichtsterktes uh, van Pollux delen door Castor, ja die is gegeven want Pollux is 1,7 keer zo lichtsterk als Castor. En ook de verhouding in de afstanden is ge, uh, gegeven, want Castor staat anderhalf keer zo ver van ons vandaan dan Pollux, dus die verhouding is anderhalf. Nou dit kunnen we rechtstreeks invullen in de vergelijking en dit was de vergelijking die we net hadden. Dus in plaats van LP gedeeld door LC schrijven we 1,7. En in plaats van RC gedeeld door RP in het kwadraat schrijven we 1,5 in het kwadraat. En we krijgen ons antwoord 3,8. Dus de stralingsflux van Pollux is 3,8 keer zo groot als die van Castor. Gewoon even voor, uh, voor de gein nu nog eens keer dezelfde vraag, maar zonder echt gebruik te maken van een formule. En nu gaan we gewoon gebruik maken van die omgekeerde kwadratenwet. Wat is namelijk het geval? Pollux is 1,7 keer zo fel of zo licht sterk, moet ik eigenlijk zeggen. Dus het zendt 1,7 keer meer energie per seconde uit als Castor. Als ze beide op dezelfde afstand zouden staan, dan zou Pollux een, een stralingsflux hebben die 1,7 keer zo groot is. Maar Castor staat ook nog eens anderhalf keer zo ver weg. Wat zegt dan de omgekeerde kwadraatwet? Als je anderhalf keer zo ver weg staat, dan wordt jouw uh, lichtkracht anderhalf maal anderhalf maal zo zwak. Dus we hebben twee effecten die tegelijkertijd werken. De lichtsterkte van Pollux is 1,7 keer zo groot. En Castor staat anderhalf keer zo ver weg. Dus in totaal is de flux van Pollux dan 1,7 maal anderhalf in het kwadraat. 3,8 maal zo groot.